En naast mij zit Thomas de Bres. Jij bent acteur. Ja. Waar sta je op dit moment in? Ik speel momenteel in De Kersentuin. Een stuk van Tsjechov, ja. Bij Hummeling Stuurman Theaterbureau. Ik ben op tournee en we komen in de laatste week van mei komen we weer in De La Mar spelen. Oh, in De La Mar. Ja. Goh, dat is een prachtig stuk. Ik heb het ooit nog gezien, zelfs met Ko van Dijk. Met Ko van Dijk. Of eigenlijk Ank van der Moer, denk ik. Heel vroeger. Nee, het was niet Ank van der Moer. Oh, ja. Het was Ko van Dijk en de vrouw van Paul Steenbergen. Paul Steenbergen, die zat er ook in. Oh ja. Ja, was heel mooi. Zat Jules Cassette daar niet ook in? Want die zit namelijk nu ook weer in deze. Die heeft het maar drie keer gedaan. Dat zou best kunnen, ja. Maar daarvoor zit je hier niet. Nee. Want je hebt een belangrijk plan voor de Gay Pride. Ja. Hè? Want wat bevalt jou niet op dit moment aan de Gay Pride? De Gay Pride is zeg maar de botenparade op de Gay Pride dag. En dan gaan die boten allemaal door Amsterdam heen. En dat is internationaal, dus ook in België. En overal wordt het uitgezonden. Ja. En we hebben allemaal grote boten, kleine boten, van alles en nog wat. Maar wat klopt er niet? Nou, ik heb eigenlijk pas de laatste vijf jaar dat ik er echt actief naar ga kijken. En als hoe doe je dat, actief kijken? Aan de kant zitten en een beetje meeklappen en heel veel foto's. Ik maak heel veel foto's. Ik maak altijd enorme fotoreportages van de hele Gay Pride. Die zit ik dan op Facebook. En dat is heel leuk, want dan gaat iedereen elkaar taggen en dan leer je iedereen kennen. Wat leuk. En op welk moment besloot je dan om actief te gaan kijken? Want eerst zag je het gewoon op televisie? Ja, eerst vond ik het onzin. Toen dacht ik, nou ja, is toch helemaal niet nodig, joh. Want het is allemaal weer zo... het is toch al lang en breed goed. Ja. Toen gingen we met een stel vrienden kijken. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dat was een leuk feest, is het eigenlijk. Maar ik ging ook als acteur kijken. En toen dacht ik, nou, wat is het dan? Ik ben toch dan ook een beetje publiek. En het is een groot evenement. En ik zie het als een soort voorstelling. Toen dacht ik, gaandeweg de rit, dacht ik, ik zie steeds minder overdracht naar de kant toe. Van, wat moet ik daar nou mee als kijker? Ja, ja. En je bent zelf de doelgroep. Nou, niet de doelgroep. Ja, want, ook. Ja, je bent homo. Maar tenminste, dat zie ik wel. Maar, maar hetero's, dat zijn eigenlijk de doelgroep, toch? Dat je... wie is de doelgroep? Dat is nou een goede vraag. Ben ik over aan nadenken nu. Omdat het zo... soms denk ik wel eens... er zijn zoveel verschillende takken ontstaan, zeg maar, in de... community. Dus je hebt nu dat LHBT en HTBL en QRA. En dus iemand heeft er weer een A achter gezet in Amerika, waardoor all ook weer eraan toegevoegd is. Ja, maar zo kill. Al die, Dat vind ik ook geen mooie titel. Maar ik denk dan, het is gewoon een beetje zo, er zijn zoveel bomen ontstaan, zeg maar. Dus ik probeer steeds de gay community als een boom te zien, met Benno Premsela als zaadje en dan kijken hoe dat dan groeit. En dan denk ik soms wel eens, misschien zijn we ondertussen wel een bos geworden, met z'n allen. Maar wie de doelgroep is, eigenlijk is iedereen de doelgroep. Het gaat over dat je viert, dat je vrij bent. Ja, eigenlijk is dat en over en de liefde. Aanvaard wordt. Ja. En ik denk dat was natuurlijk oorspronkelijk en dat is misschien wel een beetje een kritiek die ik voel of heb, dat het is ontstaan vanuit de businesshoek. Met Siep de Haan ooit. Ik weet daar niet heel veel van zelf, maar het is een beetje als een soort van echt als een evenement opgezet. En nu denk ik, ik vind het ook toch echt wat te veel bedrijven. Bedrijfsmerken, bedrijfsnamen. En sommige mensen noemen het ook de Amsterdam Business Pride, wordt er dan gekscherend gezegd in de stad. Of de Roze Koninginnendag. Weet je wel? En ik vind, maar het is toch eigenlijk mis ik voornamelijk schoonheid en creativiteit vanuit mijn vak. Ja. Eigenlijk. Daar komt het op neer. En een beetje meer overdracht en beeld. En die richting, die tendens, die moet inderdaad stoppen. Het is begonnen als een soort idealistische botenparade. Ja. En de commercie, die rukt maar op en die rukt maar op. En zoals je nu hebt, dat de Turkse boot dus niet mee mag varen. Ja. Wat een volslagen belachelijk is. Hè? Ja. Ik heb het er net al over gehad, ook met maar hebben ze wel meegeloot dan? Want volgens mij hebben ze ook niet meegeloot, denk ik. Dan ga ik dan even onderzoeken of ze meegeloot hebben. Anders is hun eigen stomme schuld natuurlijk. Dat is wel leuk geweest, als ze weer waren. Geweest. Maar de loterij is ook belachelijk. Dat je in een soort loterij komt. Het gaat erom het idealisme. Ja. De organisatie moet toch zelf hun keuze maken? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we nodigen Ajax uit. En zeg maar, kom met 5 voetballers. En met de stel supporters. En steek je Bengaalse vuur maar af en gooi maar met wc-rollen. Ja. Maar, en ik denk dat Michael van Praag, die dan nu zegt van er moet iets aan gebeuren. Ook de hele sportwereld daarmee bezig is. Voetbalwereld daarmee bezig is. Dat als dat signaal er is, dat meteen ook weer iets anders doet in al die voetbalstadions. En dat zou een hele actieve uitnodiging kunnen zijn. Maar ik denk soms ook,
Kan er niet ook een bootje meevaren met homoseksuele zwervers? Ja, dat kan ook bijvoorbeeld. Die zijn er ook, maar, weet je, dus maar, om het allemaal wat diverser te maken. Ja, en je hebt het over de voetbalboot, waarom moeten ze dan met wc-rollen gooien? Oh ja, omdat ze dat toch altijd in die stadions ook. Oh ja. Oh. Ja, volgens mij wel. Oh ja, oh, dat weet ik niet. Maar, en dat komt omdat ik een keer ooit, heel erg eigenlijk, een beetje treurig, een filmpje zag van allemaal voetbalsupporters in Polen die uitgeweerd waren uit een voetbal, uit het stadion. En die zijn toen met z'n allen naar zaalvoetbal gegaan voor hele kleine kinderen. En die gingen toen daar alsnog met wc-rollen gooien en met rood Bengaals vuur. Toen dacht ik, nou, wat is dit nou voor een heftige, onderwereld. Waarom is dit? Nou ja, het is gewoon de een soort van hooligans. Uitgaansachtige energie. Ja. Ze moeten eigenlijk gewoon speciale voetbalwedstrijden doen voor hooligans. Zou dat niet kunnen? Ja. Dat de hooligans wel hooligvoetbal. Ja, hooliganvoetbal. Ja. En dat ze gewoon wel het terrein op mogen rollen en mogen slaan. En dat je hooligan scheidsrechters hebt ook, die ook wel van band weten. Ja. Maar dat is terzijde. Ja. Maar wat is jouw plan dan? Nou, ik heb een plan geschreven over de internationalisering van de Gay Pride. Waarin je dus als Amsterdam zegt, we nodigen internationale wereldsteden uit om zowel op een boot te komen als overdag of door de week heen op congressen de situatie te bespreken. We hebben Roze in Blauw, dat is echt toonaangevend. Ja, Ellie Lust, ja, hele goede vrouw. En we hebben Workplace Pride bijvoorbeeld. En dat zijn eigenlijk zo, als je het ziet als een druppel in een glas water, zo die schillen van emancipatie. Aan die bovenste laag gaat het eigenlijk best goed. We zijn hartstikke goed bezig. Maar tegelijkertijd zie je zo onderaan in de kern dat hier jongens worden weggepest of dat het moeilijker is op de straat, in het straatbeeld, hand in hand lopen. Dat vind ik eigenlijk zo beangstigend, want ik denk, dat kan dus ook uitwerken. En op een gegeven moment is het weg. Dus er moet iets gebeuren waardoor dat veel meer body krijgt weer. En dat nieuwe leven wordt ingeblazen. Ja. Dus nu denk je, als ik even mag samenvatten, we zijn blij met de bovenlaag. En we zien eigenlijk alleen de bovenlaag. We zien Roze in Blauw, dus dan de politie, de homo-politieagenten. Maar het gaat ook om dat de politieagenten ruimdenkender worden. En Ellie Lus is daar het boegbeeld van, onder andere. Dus die bovenlaag. En je eigenlijk wil je zeggen, wij krijgen de neiging om te denken van, nou, er is helemaal niks aan de hand. Ja. De gaykrant die is opgeheven, tenminste failliet. Ja. En Henk Krol zei ook van, ja, de emancipatiestrijd is eigenlijk voorbij. Ja. En dat is helemaal niet waar, want het rommelt. Het rommelt. Ja. Ja. Het schuurt onder in de maatschappij. Ja. Nou ja, en niet alleen onder in de maatschappij. We hebben ook Poetin bijvoorbeeld, die zich uitspreekt. En die komt heel gauw, hè? Er zijn heel veel landen die nog helemaal niet mee zijn. Ik denk altijd 100 jaar nadat de gelijke rechten waren voor zwarte medemensen, moest Martin Luther King ook nog zeggen, maar mogen we dan nu ook voor in de tram instappen? Of mogen we via de hoofdingang naar binnen? Ja. Dus daar is ergens iets wat moet gebeuren, waardoor het nog sterker wordt. En het gaat ook over de liefde, snap je? Het gaat ook over dat je vrij mag zijn om te houden van wie je houdt en te seksen met wie je sekst. En dat je gewoon die vrijheid als mens hebt. Ja. En als je nu voelt dat zo, hè, ik beschik dan echt van die anti-homo-propaganda-wet, dan denk ik echt, nou. In Rusland. Ja, maar dat is best een heel groot land, snap je? Dus dan denk ik zo. Valt wel mee. Dan denk ik, nou ja, weet je wel, dan denk ik, oh, als die dan helemaal tegen, dan moeten wij toch als Amsterdam, dat moeten we niet willen. Maar is het ook niet een goede taak van koningin Beatrix, een van haar laatste taken, om dus Poetin een klap te geven? Ja, dat vind ik. Zijn zo pets? Ja. Van over homo-emancipatie, wat vindt u van homo's? En als hij dan zegt, ja, dat vind ik helemaal niks. Pet! Zo, en mijn paleis uit. Zo, noem je erop, daar is het gat voor de deur. Ja. Dan zou ze toch internationaal nog een enorme. Ja. En dan, daar is ze klaar. The real queen of the gays. Ja, en dan is ze daarna gewoon prinsesje. En kan ze gewoon uitrusten. Ja. Ja, als jij dat wel aan de wil vragen, zou ik zeggen, moet je doen. Ja, want zij is volgens mij wel ruimdenkend. Er ook wel andere verhalen over hoort. Maar ik denk dat ze in principe wel ruimdenkend is, Beatrix. Ik denk het ook wel. En Maxima ook. Dat denk ik ook wel. Maar dus het moet internationaal worden. Ja, en ik denk dan bijvoorbeeld, ik heb in mijn brief geschreven als voorbeeld om de aan toon. Aan wie heb je die brief geschreven? Aan de gemeente. Aan de gemeente. Aan de afdeling diversiteit van de gemeente. Ja, en nu ben ik weer met Amsterdam Marketing. En nu ga ik binnenkort met ProGay praten. Ja. Om de toon te zetten van wat er verwacht wordt van andere landen. Ja. Vaart Amsterdam voorop
en dan in een setting, en dat is maar een voorbeeld, want er kunnen ook andere mensen zijn, in een setting van Erwin Olaf dansen de dansers van het Nationaal Ballet in een choreografie van Hans van Manen in kostuums van Victor en Rolf. Nou, als dat zou lukken, snap je, als dat die prikkel er is, dan kun je ook, dan zou Parijs misschien wel zeggen, nou, dan hebben wij Jean-Paul Gaultier, of dan krijg je gewoon al die mensen. Of een TGV-boot. Kan, hebt... heel snel voorbij gaan. Ja. Of niet? Ja. Een Thalys, of weet het, Vira. Die gaat zingen. Maar je hebt dan heel veel meer mogelijkheden dan ineens. Ja. En als we met grote namen werken, dus met Hans van Manen, met Victor en Rolf, ik heb zelf een jurk van Victor en Rolf ook, dan trek je andere mensen dus, zeg maar, over de brug. Ja. En ik had eerst bedacht, misschien moet het een wedstrijd zijn. De Who is the Gay Capital of the World contest. En toen ook in samenspraak met de gemeente. Want heb je het namelijk altijd gewonnen als je het organiseert. Ik dacht, het is toch eigenlijk wel weer een wedstrijd. En er zijn al zoveel wedstrijden. Iedereen doet een wedstrijd. Denk, dan is het weer met zoveel verliezers. Dus het moet een viering zijn. Dus dan doen we gewoon alleen maar dat. Ja. En toen was ik wel mijn jury kwijt. En ik dacht, nou, dan doen we de jury Madonna, Lady Gaga. Het is wel weer een heel wilde droom natuurlijk. Maar waarom niet? Nou ja, waarom niet? Voor Barbara Streisand komt naar Nederland. Die ja, ze komen allemaal hier. Binnenkort is er ook MTV, is dat MTV Awards in de Ziggo Dome. En dan is ook iedereen in Amsterdam. Dus ik ben ook al bezig met die connectie van, goh, hoe zit dat dan en hoe regelen jullie dat dan? En kunnen we dat niet iets een beetje naar die gaypart toe halen? En een beroemde DJ kan je er dan bij halen ook. Heel we hebben er veel. Genoeg. Ja, nee, dat kan allemaal. Wat wil ik nou zeggen? Dan ben ik mijn draad kwijt. Nou, dat als je dus... je praat wel heel snel, maar dat komt omdat je ook acteur bent. Maar ik hoop het niet te snel is. Maar, nee, het is niet te snel, want nichten kunnen heel goed luisteren en heel goed langzamer. Verwerken ook. Ik wil ook en wat ze niet willen horen, dat horen ze ook niet. Dan gaan ze iets anders doen of elkaar afdrukken, dat weet je allemaal niet. Maar, je wilde zeggen dat het dus heel, dat je dus internationaal een andere jury ook krijgt dan... Oh ja, dat wil ik zeggen. Dat je in de plaats van... Ja, dank je. In de plaats van... in de plaats van juryleden gewoon guests of honor kunt uitnodigen. Ja. Mijn persoonlijke droom is bijvoorbeeld Sir Ian McKellen. De Engelse acteur die bij de Royal Shakespeare Company bijna werd geweerd. Omdat hij op de radio in de jaren 80 uit de kast was gekomen. Die nu Gandalf speelt in The Lord of the Rings. Ja. En een oude acteur is. Hij is een beetje mijn role model. Dus als hij, wil ik wel interviewen voor de gay community. Of voor de LHB. Nou ja, hoe moet het nou noemen? LHBT. Nou, gewoon de Shakespeare Club. Zo heet het COC vroeger. Oh ja. De Shakespeare Club. Oh ja. Dat is gewoon, daar valt iedereen onder. Oh ja. Shakespeare Club. Gewoon, we noemen het gewoon weer de Shakespeare Club. Zo, ben jij dan? Ben jij lid van de Shakespeare Club? Shakespeare. Shakespeare-sueel, nee, laat maar. Shakespeare-sueel. Shakespeare Club. We gaan het afronden, het gesprek. Wat is je volgende stap? En wanneer kan ik berichten dat het met de Gay Pride de goede kant op gaat? Maar je hebt nog een gedicht. Dat ga ik nog even voor je doen, zo. Dat ga ik je laten weten. Een mooi gedicht ook. Wil je het gedicht voor? Dit is dan niet ADHD. Wat je hebt jezelf geschreven, hè? Voor iedereen die lief heeft. Kom. Ik heb een droom voor u die ik graag zou willen delen, die pas tot daad wordt omgezet als je bent met velen. Dat liefde schetteren zal door de straten stegen van de stad. Dat liefde knetteren zal tot in elk boerengat. Dat liefde zal stralen in zijn prachtig zachte kracht en dwars door huidskleur, leeftijd schijnt, religie en geslacht. Man met vrouw met man, dik of dun, jong of oud, travo, trans, arm met rijk, van wit tot zwart en zoet met stout. Laat liefde lopen, hand in hand, zonder kwel en kommer. Van Westerpark tot Slotermeer, van Oost tot Bos en Lommer. Van Centrum, West, De Pijp, Oud-Zuid, De Baarsjes tot wat maakt het uit. Van Amsterdam tot Rotterdam, van Groningen tot Maastricht. Want liefde toont juist grenzeloos haar zuivere gezicht. Dwars door dagen nachten, als een baken in de tijd, toont zij zich in diep respect en schone hoffelijkheid. Ze is galant en eervol en steeds bereid te vragen, wilt u zitten, ik kan staan aan ouderen van dagen. Ze krult altijd je mondhoek op in huizen en in straten en legt een vinger op het hart van hen die tranen laten. Ze is heel zacht en kwetsbaar en ze kijkt met open ogen en luistert altijd vol begrip en heeft immer mededogen. Die onuitputtelijke kracht is steeds weer aan te spreken om de verruwing deze dagen geweldloos te doorbreken. Laat ons elkaar dan nu, vandaag, in dit moment beloven. Wij blijven altijd in de zoete kracht van liefde geloven. En van hier de hele wereld rond, open en tolerant. Want dat zijn wij van oudsher al, dat is ons Nederland. Voorbij aan hokjes, haatgezaai dat ons zachte hart doorkliefde.
ga mij naar het paradijs. Kom, lang leven de liefde. Nou, wat mooi. Dan voel ik... Dus, dank je, maar ik heb ja, zo mooi. Wow. Dat voelde ik dan ineens opkomen. Ja. Nou, ik denk dat de boodschap wel overgekomen is. Ja. En als het bij de mensen niet overgekomen is, dan deugen die mensen gewoon helemaal niet. Ja, dan moeten ze alles een beetje op slow zetten. Ja, we moeten ook een beetje naar een slowe maatschappij.